Hey, hallo, hallo. Hallo. We gaan aan de slag en het ruikt voor Vaderdag. Da-da-da-da-da-da. En Vaderdag hebben we even in het teken gezet van... Hout. Hout. Houten van onze vaders. Ja. Ja. Ik houd van mijn papa. Ja, ik houd ook van mijn papa. En, ja, nou, we houden wel van onze papa. Zeker, zeker. En ja, de papa's zijn zeker heel lief. En we hebben natuurlijk best veel gedaan met houtbranden. Dus het traditionele houtbranden met een houtbrander. Ja, ik zeg even traditionele houtbranden, want zo voelt het nu een beetje. Ja, dit voelt toch een beetje als... Iets nieuws. Als cheaten ook. Cheaten? Ja, een beetje als een cheating. Ja, want wij hebben in het verleden houtbranden gedaan met de houtbrander. Bijvoorbeeld op het insectenhuisje. Ja, of de mensen die al een... Een plank, een houten boomstam hadden we daarvoor. Ja, dus die mensen die hadden al een houtbrander en die mochten dan een extra item uitkiezen en die kregen dan dit leren tasje. Ja, want je kunt ook houtbranden op leer of op kurk. Ja. En je kunt natuurlijk op heel veel leuke dingen houtbranden. Dus we hebben ook bijvoorbeeld over kurk gesproken op de klok. Aangegeven wanneer het wijntijd is. Nou, voor ons is dat rond 5 uur. Maar dat leuke van houtbranden is, je kan natuurlijk helemaal zelf naar eigen inzicht decoreren. Ik zou ook kunnen zeggen bedtijd. Bedtijd, 7 uur. Ja, dat zou ook kunnen. Time to sleep. Dus je kan met dat houtbranden kun je gewoon zoveel leuke dingen maken. Dat wij dachten, dat is ook leuk voor Vaderdag. Ja, en ik vond het op 2 manieren leuk voor Vaderdag. Het is leuk om te geven. Ja. En dat je het zelf al hebt gemaakt. Maar het is ook leuk om de vaders aan de slag te zetten. Ja, dus dat je zegt, kijk. Hier heb je een houtbrander. Of hier heb je een speciale magische pen die we zo meteen gaan voorstellen. Ja. En want dan ga lekker aan de slag. Een beetje stoere DIY voelt het voor ons. Ja. En jij zegt een magische pen. Want het houtbranden is natuurlijk superleuk met kinderen. Maar zo'n houtbrander wordt echt... heel erg heet. Niet echt. Dus dat is niet echt kindproof. Dus toen kwamen wij tegen een brand-in-houtpen. Ja. En dat is een speciale pen. En daarmee kun je tekenen op hout. Of dus je kinderen iets laten tekenen op hout. En daarna brand je het erin met een verfafbrander. Ja, verf. Verfbrander. Nou, als je die niet in de schuur hebt liggen, kun je hem ook bij ons in de webshop bestellen. Een speciale brand-in-hout. Pen. En wat je daarmee doet, is je kan dus schrijven op hout, of een tekening maken op hout, of een tekening laten maken op hout, door bijvoorbeeld je kinderen. Ja. En daarna brand je hem erin met een speciale verfbrander. Ja. Als je die niet hebt, staan ze ook in de shop. Dat is dan wel een klusje weer voor mama? Of ja. Papa? Of papa? Niet het kind. Nee, want dat is dus zo leuk aan deze pennen, ja. De kinderen kunnen tekenen, ja. Dan is hun onderdeel eigenlijk klaar. En de hitte, dat werken met die hitte, dat doe jij dan. Ja. Dus jij brandt het erin. Kunnen ze op een afstandje meekijken en dan zien ze wel hoe het magisch verschijnt. En wij hebben alvast even getest hoe het werkt en het vergt wel even oefening. Dus laat ons vooral de fouten maken, doe jij het in één keer goed. Ja, laten we jou even zien hoe het moet. Ja, want wij hebben dus een schabloon gebruikt en er staat nu ik houd van jou met een hartje. En de eerste keer, dat zie je ook in de vlog, dan werkt de pen niet. Maar dat is omdat je hem even moet klikken. Ja, je moet even erop duwen. Net als dat je vroeger die stiften hebt waarmee je op krijt kan schrijven of op het raam. Die moet je even doorduwen dat de vloeistof eruit loopt. Ja, daar moet je even op wachten. Precies. Dat hadden we even niet aan mijn scherm. Nee. En hij loopt natuurlijk ook een beetje uit. Ja. Dan, de eerste keer. Dus ja, het is even oefenen. Dus misschien heb je ergens nog een plankje. En dan kan je dat als testplankje gebruiken. En dan kan je daarna voor het echie op de echte plank aan de slag. Ja, en met de tekening maakt het iets minder uit. Hè? Maar als je echt heel strak letters wilt, dan is het handig om het strak te doen. Ja. Het is ook belangrijk dat je niet achter elkaar die letters overtrekt. 1 keer is genoeg. Ja. Dus als je hele kleine kinderen hebt, kun je ook nog zeggen. Weet je, maak jij die tekening op dat hout met een potlood. En vervolgens trek jij hem over met die pen en brand je het erna in. Maar dat is even een beetje afhankelijk van hoe handig en hoe oud je kinderen zijn. Ja. Als je een vaderdagpakket bestelt, want we hebben natuurlijk een speciaal vaderdagpakket. Dan heb je een houten snijplank vierkant grenen. Een bamboe snijplank in het rond. Met handig kun je zo ophangen. Ja. Schabloon met de letters en de cijfers. En natuurlijk de brand-in-houtpen en de brander. Dus je hoeft echt niet meer de deur uit. Je kan eindeloos lekker aan de slag. Ja, heerlijk. We hebben ook losse houtbranders in de shop staan.
En we hebben, vond ik zelf echt heel leuk, bestek in de shop staan. Ja, ik heb zelf, toen we het insectenhuisje hadden, heb ik ook allemaal keukengerei gehaald van hout. Ja. Echt zo'n spatel, lepel. Ja. En daar heb ik toen bijtjes op gemaakt en zo. Dus dat ga ik zo meteen ook hierop proberen. Of ik zet er barbecue op, ik weet het nog niet helemaal. Nee. Maar ik ga met de traditionele houtbranden aan de slag. Ja, daarom zijn we net de traditionele houtbranden. Het klinkt zo van, nou, maar vond ik wel even wat ambachtelijk. En ik ga gewoon met een pen schrijven en ik brand het eraf. Nee, maar dat is, ik denk wel heel leuk om even te laten zien wat je kunt doen. En ik ga hem eerst even overtrekken met het schabloon. Ja. Ik dacht op het plankje maar gewoon barbecue met een hartje te doen. En dan kunnen mijn kinderen nog aan de andere kant een tekening maken. Ja. Nou, zullen we dat gewoon even lekker gaan doen? Ja, gaan we lekker doen. Oké, gezellig. Oké. Nou, daar gaan we. Ja, mag ik beginnen? Of moeten we... Jij mag kijken, hè. Of je eerst wil tekenen met een potloodje. Okay. Tips voor het houtpannen. Tips voor het houtpannen. Ik begin gewoon even met mijn barbecue over. Ja, ga jij even lekker je barbecue doen. Want de eerste tip, en ik weet niet of het een tip is, maar ik weet dat nog van de vorige keer. Jij gaat hout branden op grenen en op bamboe bestek. Ja. En ik heb hier een bamboe snijplank. En dat brandt al heel verschillend, hè? Ja, dat brandt anders. Grenen brandt sneller. En bamboe heeft ook wat meer ribbeltjes. Dus het is ook wel handig om dat een beetje op te schuren voordat je aan de slag gaat. Sowieso is het handig om je project op te schuren voordat je aan de slag gaat. En wat ook belangrijk is als je de traditionele houtbrandpen gebruikt, is dat je niet te hard drukt. Want als je te hard drukt in het hout, dan krijg je meteen een soort gleufje. Je kan beter gewoon een paar keer over je ontwerp heen gaan. Ja, en in het geval van die brandpen, dus niet. Dan moet je niet een aantal keer over je ontwerp heen gaan. Daar is het gewoon in één keer, is dit het, zeg maar. Ja. En dit kan op alle houtsoorten, behalve op mangohout. Nou, ik weet niet of je mangohout hebt. Nou, mangohout is ook gelijnd. Ja, daarom. Volgens mij. Wat het heel leuk is, mensen zeggen, oh, ik wil mangohout. Mangohout bestaat eigenlijk niet, hè? Nee, het is gewoon verlijmd of zo. Ja, precies. Maar goed, dat heb ik erbij. En mango's dit is... groeien niet aan een boom, volgens mij. Maar aan een plant. Struik, denk ik. Ja. Dit is ontwikkeld, die brand- en houtpen, door een vrouw die bij de, brandweer werkt. En daardoor is dit product ontwikkeld. Ik vond het zo grappig. Er zit ook patent op. Maar ik dacht, het is wel een hele leuke, creatieve aanvulling. Kijk, ik heb nu even dus gewoon met de pen, ik zal het even demonstreren, met schabloon overgetrokken barbecue en dan ga ik die nu invullen. En ik ga wel niet alleen de omtrek doen, maar ik ga hem ook gewoon helemaal vullen. En er zit dus wit soort van vloeistof in. Je kunt hem ook hervullen. Dus we hebben hervul... navullingen? Ja, navullingen staan ook op de shop, in de shop. En je hebt diverse diktes. Dit is de 3 mm pen, maar we hebben ook 1 mm... en dikker. Dus je kunt zelf variëren van, nou, wat vind je handig en wat vind je fijn. Ja. Maar ik vond dit wel een hele mooie... Ik ben ondertussen bezig om een bijtje te branden. Die zag ik vanmorgen dus weer staan op mijn pollepel. En ik druk dus niet te hard. Ik zal het zo meteen ook even laten zien. Ik druk niet te hard. En ik heb een penpunt gepakt. Want die vind ik eigenlijk altijd het fijnst werken. Ja, want op die houtbrander kun je verschillende opzetstukken doen, toch? Ja, ja, en het is wel, als je gaat wisselen van opzetstuk, denk even logisch na. Hij is heet. En het is niet dat je denkt, oh, ik doe even met een pannenlap, haal ik dat ding eraf. Nee, zo werkt het niet. Hij moet eigenlijk even tussentijds weer afkoelen. Dan kan je hem wisselen. Het is net als je aan je oven rekt. Het wordt echt loeiheet en het blijft ook heel lang heel heet. Ja, dus, en ook het houdertje waar je hem opzet... Ja. Wordt ook heet, hè Saar? Ja, ik heb vorige keer mijn handen gebrand. Omdat ik dacht, oh, nou, dat kan ik nu wel gewoon weghalen. Ja. Maar dat kon dus echt niet. Maar hij wordt echt gloeiend heet. Dus dat is gewoon niet handig. En bij deze pen zie je wel gewoon echt een beetje dat nattige. Dus dan weet je, oké, daar zit de vloeistof. Als je echt kleine kinderen hebt, is dit denk ik ook nog wel lastig. Ja, ik zou het gewoon... Bowie niet laten doen. Nee, en Harvey denk ik... Nou, Harvey kan ontzettend mooi tekenen, maar... Die is heel precies, maar die is... Het wordt bijna 6. Dan zou ik denk eerder zeggen van... Teken jij maar gewoon wat je wilt tekenen. Dan trek ik het wel over. Ja. En misschien dat ik zelfs wel zeg... Tegen die jongens, tekenen jullie er maar wat bij. Dan doe ik nu alleen barbecue... En dan laat ik hun er wat bij tekenen straks.
Dat is slim. Dat je alleen de voorkant doet. Ja, nou en hieronder kunnen ze dan nog wat tekenen. Ja. Ik kan ook Tuur, Sarah, kan ook even alle gezinsnamen erin zetten. Ja, ik heb dus laatst een huisnummerplaat gemaakt. Zo, van een boomstamschijf. Ga ik even schrijven gewoon. En daar heb ik dan de letters, de namen van ons opgezet. En mijn buurvrouw kwam langs. Die vond het erg leuk. Oh, heb je dat helemaal zelf gemaakt? Ja. Ik doe wel de namen van Aaron. Ik merk toch dat ik het altijd makkelijker vind om gewoon wat te tekenen dan dat ik namen doe of zo. Maar toch een beetje netjes, hè? Ja, want ik heb dus nu uit de losse pols geschreven. Kijk, ik kan het even laten zien, maar je ziet niks. Ik heb uit de losse pols nu de namen eronder geschreven. Die komen natuurlijk zo meteen tevoorschijn. Maar dan is het potlood wel handig, want dan weet je ook precies waar je gebleven bent. Ja. Ik ga gewoon even kijken nu of het lukt. Ja, ga je aan de slag? Ja, want ik heb het er al ingeschreven. Sta ik in de weg als ik hier ga staan? Nee hoor, doe je ding. Wil je die naar beneden? Ik hou deze vast gewoon voor de fun. Is dat goed? Het lijkt toch wel scherp, hè? Oh. 10 tot 12 centimeter erboven en dan gewoon... Ja, je kan hem er ook gewoon een beetje boven houden. Je ziet vanzelf veranderen. Het is net een feun. Hallo. Nou, mijn haar hoef je niet te doen, oké? 10 tot 12 centimeter. Dat is geen 10, hè? Dat is 5. Het moet een beetje geel worden en dan... Ja, ik zie het. Dan komt het... Dus ik ben nu naar je vingerafdrukken. Ja. Ik ben nu op zoek naar de namen. Oh, het is zo leuk. Het komt echt zo tevoorschijn. Ik kan me wel voorstellen als kinderen dan meekijken dat ze echt denken, oh, oh mag niet. Ja. Kijk eens. Ja, je houten plank is ook heet. Ta-da-da-da-da-da. Visjes, ademhartje en niet. Dat is toch leuk? Dat is toch leuk? Nou, jij bent klaar. Ik ben klaar. Ja, ik kan me echt voorstellen als je dan een tekening maakt met je kinderen en dan zo erop afdrukt, dat het echt te gek is. Oh, wat leuk. Ja, dit is beter. Dit is een beter idee dan dit. Maar... Dat is dus ook een tip. Als je denkt, ik kan niet zulke rechte lijnen trekken. Nee. Of het duurt me iets te lang. Ga dan gewoon stempelen. Ja, dan duw je het er gewoon in. Ja. In het hout. Ik zal deze vast even laten ja, zien. Dat is hoe leuk. Schattig deze zijn. Een bijtje en een vlindertje. Ja, wat zal ik op die laatste doen? Superleuk. Bloemetjes heb je. Blaadjes heb je.
Hartjes. Moeilijk hartjes. Moet je natuurlijk met een dingetje bogen. Nou, je ziet hier ook, ik zal deze ook nog even laten zien. Hier hebben we ook de letters erin gezet, dus met het schabloon. En daarna nog uit de losse pols zo'n hartje gekeken. Dat is een klein detail. Hoe vaker je er overheen gaat, hoe donkerder het wordt. Maar je ziet bijvoorbeeld ook als je een nerf hebt in het hout, dat het dan ook sneller donkere kleurt. Dus het is ook altijd wel even goed om te kijken of je hout niet te veel nerven heeft. Ja, en anders is het een beetje opschuren. Dan maak je hem alweer iets gladder. Iets gladder, ja. Ja, het werkt wel heel relaxed, vind ik. Ja, ik vind het altijd heel ontspannend dit. Ja, gewoon leuk om te doen. Maar dan vind ik zeg maar een patroontje maken zoals dit. Ja. Vind ik altijd ontspannender dan letters. Ja. Omdat met letters wil ik het gewoon zo graag heel perfect strak hebben. Ja, snap ik. En dit kun je echt wel heel strak krijgen ook hoor. Als je het Ja, en kijk, dan maak je een foutje omdat je hem te schuin houdt. En dan baal ik alweer. Dan baal je alweer. Ja, maar kijk, dan maken we er gewoon een kruisje van. Het is wat dat betreft net aquarellen. You don't make mistakes. We only make happy little accidents. Happy little accidents. Het is wel schattig. Het lijkt eigenlijk net een soort mesje. Toch? Ja. Nou, ik vond het insectenhuis toen ook echt super leuk. Ja. Dan kon natuurlijk ook de kinderen zien wat er allemaal in en uit vloog. Ja, wij kregen van die metselbijen. Ja, vogelhuisjes kun je natuurlijk ook heel leuk met een houtbrander doen. Ja. Dat is natuurlijk ook superleuk. Maar ook bijvoorbeeld als je iemand net schoenen heeft, als je een leuk kistje hebt met schoenpoetspullen erin, kun je natuurlijk ook mooi houtbranden. Ja, ik heb voor Boje een herinneringenkistje gemaakt. Oh ja. Dus er staat dan zijn naam op en daarin zit er een afdruk van zijn handje en van zijn voetje. En zijn eerste speentje en dat soort dingetjes. Ja, dat kan je heel leuk in zo'n kistje doen. En je kan natuurlijk ook zelf, ik heb nu de namen erin geschreven, maar Aaron kan ook zijn eigen naam schrijven. Ja, dat is nog schattiger. Ja. Indy kan dat natuurlijk nog niet, want die is 10 maanden. Maar Indy zet een krabbel. Dus die zet een krabbeltje. Maar je kan natuurlijk hele leuke dingen, of inderdaad een voetomtrek kun je tekenen. Ja. En dan met een houtbrander doen, dus niet tegelijkertijd. Ik zou niet de vloeistof op het voetje doen. Nee, dat is dan weer een beetje. Maar je kan natuurlijk, doordat je dingen kunt tekenen, kun je natuurlijk wel heel makkelijk gepersonaliseerde items maken. Probeer een vork te maken ook, hè? Het is goed dat je dat er even bij zegt. Ja, sorry. Dat als je zo'n kindertekening krijgt. Ja. Oh, mooi! Supermooi! Wat is het? Ja, wat heb je dat goed gedaan? Ja, ik kreeg laatst, hadden ze het thema regen. Heel verrassend. Oké. Okay. Want het regende wel. En had die druppelkunst gemaakt. Okay. Nou, dat was dus gewoon druppel, druppel, druppel. Ja, oh, dacht ik nou. Heel hard zijn neus gesnoten in een papiertje. Nee, dat is die laatst. Oh, in mijn haar. Hè? Dus goed. Hoort er allemaal bij. Je krijgt er zoveel voor terug. Echt leuk. Ja. Maar je moet hier wel gewoon even een lekker rustig de tijd voor nemen. Nou ja, houtbranden is op zich, wat ik het voordeel vind, is dat je niet heel veel troep hebt. Nee. Zoals met aquarellen of met filten of met resin gieten. Dan heb je gelijk zo'n hele tafel, staat altijd wel heel gezellig, ja. Maar dan heb je gelijk zo'n hele tafel vol. En dit is in principe gewoon je hout, je ontwerpje, je houtbrandertje en that's it. Je zet hem uit als je klaar bent. Ja, je zou eventueel ook nog, zou dat werken? Als je carbonpapier erop legt en dan een tekening erop leggen. Ja, zeker. Ja, dus stel dat je een tekening hebt van je kinderen, zou je ook kunnen zeggen, ik leg carbonpapier erop. Dus hout item, carbonpapier en dan overtrekken. Ja. En dan teken je hem over. Ja, ja, dus dat zou ook nog kunnen. Ja, ja, en sommigen doen ook echt zo'n schabloon, weet je wel. Dat je zo'n omtrek hebt van jezelf, dat je een kindje vast hebt. Ja, 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 zo'n lijntekening. Ja, zo'n lijntekening. Dat is natuurlijk ook leuk om te doen. Heb ik op zich ook gemaakt toen, ook met een... Met een carbonpapiertje eronder. Met een carbonpapiertje eronder. Ja. Ja, dus dat is ook wel heel erg leuk om te doen. Zeker. En dan dus rustig over die lijn heen. Voor dit niet. Nee, dit is gewoon tekenen. Maar als je met deze aan de slag gaat, rustig over die lijn heen. Liever een paar keer te veel dan dat je hard drukt. Oké. Okay. Zal ik deze even laten zien? Ja. Als jij dat doet, dan... Deze? Ja, laat jij die nog even zien, want dit is heet. Ja. Maar deze had ik laten zien, hè. Het pingertje en het bijtje. En dan hier de bloemetjes en de blaadjes. Ja.
Ja, dat vind ik een bijtje toch wel weer het leukste. Maar ja. Dat idee had ik ook vooraf bedacht. En die andere en niet. Hier de... Het mes en vork. Mes en vork. En een hartje. Goed. Nou, ik vind het leuk. Dus. Leuk. Die houtbrandpen. Ja. Daar kan je dus mee schrijven. Enig. Schablonen overtekenen. Tekeningen overtrekken. Met bijvoorbeeld dat carbonpapier. Ja. En dan in de set heb je dan een pen, twee snijplankjes, een schabloon en de verfafbrander. Ja. Alles is ook los in de shop te vinden. En de houtbranders kun je dus ook gebruiken op leer, op kurk. En daar kun je eigenlijk van alles mee versieren met mooie lijntekeningen. Ja. En er zitten ook stempels bij. Dus als je zegt, ik ben minder goed in echte tekenen, kun je ook heel leuk met stempelen schabloontjes stempels maken. Krijgen echt een heel leuk effect ook. Ja, ja toch? Ja. Dus ik zou zeggen, kijk ook even onze eerdere houtbrandvideo's. Bijvoorbeeld de het was een houten boomstam die we toen hebben gedaan. Het insectenhuisje. Volgens mij heb jij ook nog die etui gebrand. Ja, heb ik ook nog gebrand. Dus die kunnen we er even bij zetten. En dan zeg ik een hele fijne vaderdag. Ja, en ik houd van jou. Ik houd van jou. Barbecue, kusjes, Aaron, Harvey en Indy. Dat is echt leuk. Dat is echt leuk, hè? Echt heel leuk. Nou, super blij mee. Doei!